de rol van kleding is enorm belangrijk. Denk alleen al aan warme handen. Als dat lukt en je kunt nog blijven schakelen en je houdt het gevoel nog in je handen. Dat is wel iets wat bijdraagt echt aan de prestatie van een renner. Ik ben tevreden over de kleding, ja zeker. Het weer was slecht en ik heb het niet koud gehad. Op echte extreme dagen zijn we ook in de auto voorbereid. Dat wil zeggen dat de renners extra veel kleding meegeven in de volgauto. Zodat ze zeg maar tijdens de race ook nog kunnen wisselen van bijvoorbeeld handschoenen of voor een extra body. Zodat ze eigenlijk zo lang mogelijk warm blijven en beschermd blijven tegen het extreme weer. Ja, soms is het natuurlijk echt extreem en dan heb je gewoon, wat ik zeg, goede kleding nodig.